Woonwijken, straten bij scholen, maar ook de omgeving van instellingen voor mensen met een beperking. Allemaal plaatsen waar het verkeer extra op zou moeten letten. Daarom zijn het vanmorgen de bewoners van zorginstelling Severinus in Veldhoven die samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland proberen wat extra bewustzijn te kweken. Hoe hard heb ik gereden? Stapvoets, 30 denk ik. Maar wie er denkt makkelijk vanaf te komen, heeft het mis. Je had net die golenpas heel laat aangetrokken. Oh, dat kan. Ja, dan krijg je wel een bekeuring. Oké. Okay. 130 euro. Dat is niet zo mooi. Ja. Wil je dat betalen? In de hele provincie zijn vandaag dit soort acties. De mannen uit Veldhoven weten wel waarom het belangrijk is dat iedereen zich aan de snelheid houdt. Zie jij wel eens auto's dat je denkt, nou het mag hier 30, maar... We doen ook al 60 rijden, 70 wel. Nou, maar dat is eigenlijk niet goed. Dat is niet fijn voor ons. Wel eens geschrokken daarvan? Ja, nou wel. Ik heb wel eens een keer geschrokken. Heeft het zin, zo'n campagne? Of is het nou, dankjewel en ik neem het in ontvangst en morgen is het weer anders? Nee, het is zeker dat even de neus op de feiten gedrukt wordt. Het is altijd goed, toch? Ja, je gaat er wel rekening mee houden als je meer aangesproken wordt. Er worden vandaag trouwens geen echte prenten uitgedeeld. Het blijft bij sleutelhangers, vlaggetjes en een stevige waarschuwing. Zou je de volgende keer goed netjes je code omdoen? Ik doe dat voor jou. Oké, voor iedereen, hè? Voor iedereen. Oké, dan krijg je als je de volgende keer netjes rijden, dan krijg je deze. Okay.